stuk of vijf. Nu vervolgens een stukje draad snijden. Nou, gaat ook heel gemakkelijk. Eerst weer bewerking. Eerst die buiten draad snijden. Stel ik weer gereedschap. Nou, buiten draad snijden bijvol lijkt me dat ook wel zo handig. Oké. Okay. Ik kies dus gesneden. Vooral al snijden, alle vervanings gegeven. Het draadtype. Kunt u hier kiezen. Nou, we willen daarvoor draad snijden. Dat was inderdaad 24. En een spoed van 3. Deze levert hij dan zelf uit. Nou, start op 6, min 28. Het is allemaal goed. Hier draad gesneden. Nou, dan kunt u natuurlijk alle bewerkingen doen. Van de draad snijden, steken, wat u maar wil. Uiteindelijk. Even kijken. Wordt hij zo. Gaan we openen. Open. Uiteindelijk wordt hij zo. Wordt hij zo. Alle hoekjes mooi gemaakt. Draad snijden. Steken. Dan gaan we hem even bekijken. Hier, simulatie doen we dan. Hier ziet u hem van de zijkant. U kunt hem van de voorkant bekijken. De 3D aanzicht. Kunt u hem ook nog leuk rondbewegen. Kijken zoals u dat wilt. Wilt u het van dichterbij bekijken? Wilt u bijvoorbeeld even kijken van nou, oh, ik heb dat verstoken, maar ik wil het even kijken hoe het van dichtbij uitziet. Kunt u zo selecteren. Kom weer terug. Gaat heel gemakkelijk. Dan zet u hem op play. Nou, vlakken voordraaien. Dat hebben we inderdaad allemaal gedaan. Dan gaat hij hem laten zien. Hier ziet u de tijd dat het volledig duurt om het te draaien. Dat is 2 minuten 6. En hier ziet u waar hij zit in het proces. Nou, hier wisselt hij van gereedschap. Dat vinden we ook goed. Hier de steekbeitel.